Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. Beetje andere achtergrond als anders. Mijn werkkamer boven is op dit moment omgetoverd tot het kantoor vanwege het thuiswerken. Dus we moeten het even doen met onze serre. Je ziet heel veel rommel op de achtergrond, dat is allemaal van mijn bedrijf. Maar goed, deze video gaat over 3D printen. En wat we vandaag gaan printen is een draaischijf. Het is een schijf waar je een object op kunt zetten en door aan een wieltje te draaien, draait zich dat object langzaam, zodat je er een videofilm van kunt maken of gebruiken bij photogrammetry. Photogrammetry, als je dat niet kent, ik heb daar ooit een keer een video over gemaakt. En de video ik ga proberen hem linksboven te plaatsen. De link naar de video, linksboven, het is rechtsboven, stom, hè? Rechtsboven. In die photogrammetry maak je foto's van een object van alle kanten. Liefst in een zo stabiel mogelijke situatie, dat je de foto's steeds op dezelfde manier maakt. En dat je de belichting hetzelfde hebt. En dan is er een programma dat heet Cephyr, Z-E-P-H-Y-R. Ik zal ook daar een link naartoe plaatsen. En die kan dan die 50 foto's verwerken naar een mesh file, een bestand wat uiteindelijk 3D printbaar is. En dit werkt absoluut. Ik heb twee jaar geleden april, heb ik een foto gemaakt in het Leids Museum. Museum van Oudheidkundig Museum in Leiden. Van een Grieks object. Erg rustig in die zaal, dus ik kon me dat riskeren. En dat heb ik 3D printbaar gemaakt. En als je alleen al ziet hoe vaak dat op Thingiverse gedownload wordt, dan is dat best wel een hoop. Vind ik voor een, eigenlijk wat mij betreft, maar vergeef mij, een niet-zeggend object. Maar oké, dat boeit verder niet. In mij ging het veel meer om die techniek van photogrammetry. Die draaischijf dus, die gaat daarbij helpen, doordat je het object op die draaischijf kunt plaatsen, steeds die draaischijf een stukje verplaatst, nieuwe foto maakt, en dan iedere keer dat proces herhaalt, totdat je 50 foto's gemaakt hebt. Overigens moet je dit wel doen op verschillende hoogte, vandaar dat de draaischijf ook een plateau heeft waarmee je de telefoon steeds in hoogte anders in kunt stellen. Helemaal aan het eind van de video zal ik even wat foto's laten zien, maar ook een stukje film laten zien, een stukje video laten zien hoe je een object kunt laten draaien. In dit geval een potje met PVC-lijm. Nog een ander dingetje, want je ziet in de titel van deze video niet alleen draaischijf staan, maar ook kliekendag. Ik was toevallig in de situatie dat ik niet zo extreem veel filament meer had in verschillende kleuren. En ik heb maar liefst 5 verschillende filamentkleuren opgemaakt tijdens deze print. De print alles bij elkaar duurt ongeveer 47 uur. Bestaat uit 14 onderdelen. En is dus alles bij elkaar. Want ik laat mijn printer liever niet 's nachts draaien. Toch gauw een dag of 3 tot 3,5 werk. Dit was weer een van de grotere projecten. Ik hoop dat je het leuk vindt. Nou, ik ga je nu laten zien hoe je hem in elkaar kunt zetten. Maar eerst nog even een klein beetje een timelapse video van het maken van een print. Vind ik gewoon leuk. En daarna hoe je hem in elkaar zet. Nou, tot zo. De 14 delen van de print zijn hier op dit moment op de tafel zichtbaar. Het betreft 4 keer. Een chassis onderdeel, het onderstel van de draaitafel. Dan wat bevestigingsmiddelen, zoals hier het gele en het groene gedeelte. De tandwiel om de draaischijf te kunnen draaien. Mechanisme daarvoor. En de draaischijf zelf aan de linkerzijde. Tot slot natuurlijk de telefoon standaard. Wat we nu gaan doen is eerst maar eens even het geheel in elkaar bouwen. Het kan heel goed zijn dat ik, als ik klaar ben met het in elkaar zetten, dat ik ertoe besluit om de zaak vast te lijmen. Die mogelijkheid bestaat. Hangt er een beetje vanaf hoe het in elkaar zit. We hebben hier 2 delen met die tanden aan de zijkant. Dat is waar straks die telefoonhouder in terecht gaat komen. Dus wat we gaan doen, deze 2 moeten sowieso aan elkaar worden gemaakt. Dus dat is het eerste. En je ziet, dat zit prima. En keurig. Het is niet strak zelfs, dus misschien moet ik dat wel lijmen. Dat zal straks blijken. Dan pakken we de andere 2. Deze heeft die uitsparing hier. Dat heeft deze ook.
En dat betekent dat dit gedeelte daar moet gaan komen. Dit is, heb ik toevallig van de week al even getest. Dit is een van de lastigste. Dus ik moet even kijken dat ik deze er goed in krijg. Ja, daar komt die. Niet helemaal goed. Kan zijn dat ik deze moet verlijmen, maar dat zien we later. Er zit namelijk ietsjes te... te strak, zeg maar. Maar goed, oké. Okay. Dan hebben we het laatste gedeelte, dat is deze kant. En die maakt de zaak compleet. En dan hebben we, zeg maar, het chassis, het framewerk hebben we. Dat is deze kant van het verhaal. Dan krijgen we natuurlijk het draaigedeelte, het draaielement. We hebben hier onderin, hier zit een... ja, ik weet niet of je dat goed zien kan, maar hier onderin zit een, zeg maar, een soort van sleuf. En daar moet dit groene gedeelte moet daarin. En dat ga ik eventjes doen. Dat kan lastig zijn. Ik heb ook geen idee wat het nut daarvan is trouwens, dat moet ik er ook bij zeggen. Maar ik plaats hem erin, zoals het hoort. En dat is inmiddels gebeurd. Oké, dan krijgen we... eerst even dat draaiwiel. Daar hoort namelijk ook de hendel aan vast. En dat doen we door aan de achterzijde deze door het grote gat heen te laten gaan. En dan deze jongeman, die heeft een gat en die past daarop. Die wordt overplaatst. Nou, deze zal zeker verlijmd moeten worden. Dat kan ik nu al zeggen. Maar laat het voor nu maar even zitten. Dan hebben we hier het tandwiel. En dat tandwiel, dat moet zo geplaatst worden. Dus op deze manier. Dus die rondingen, dat komt als eerste hierin te zitten. Zo. En dan moet dat geheel in deze opening hier. Nou, ook dat gaan we even doen. Even kijken. We halen jou er even uit. Dat moet natuurlijk wel passen. Ja, daar zit hij. Dan kan dit er weer op. En dit zorgt dan straks als het allemaal verlijmd is, want het zal echt verlijmd moeten worden, dat is duidelijk voor het draaiwiel. Dit is duidelijk een lijmverhaal, maar het doet nog niet. Dan heb ik vervolgens een afdekplaatje voor eroverheen. En dat moet zo geplaatst worden, zodat hij precies geleid wordt hier. Zo, dat is die. Dan krijgen we de telefoonhouder. De telefoonhouder gaat dus in een van deze schuiven. Mogen duidelijk zijn dat, zeg maar, dat bewust gedaan is met die tanden hier. He, dat is niet voor niets gebeurd. Die tanden, die daardoor kun je hem op verschillende hoogtes gaan plaatsen. Het heeft dan te maken met hoe hoog je je telefoon geplaatst wenst te hebben. Nou, laten we maar even op een middelste stand zetten ergens. Even kijken. Zo, ja. Dan zit hij erin. Inmiddels is mijn hendeltje weer eraf gevallen. Hij moet echt gelijmd worden, dat is wel duidelijk. Maar dat zullen we zo wel even doen. En dan hebben we tot slot het draaiwiel zelf. Dit gedeelte in het midden. Twee gedeeltes voor de zijkanten. Even kijken, dat is één. Ook dit zal waarschijnlijk verplakt of verlijmd gaan worden, want het zit wat krakkemikkig, maar dat kan ook. Overigens zit er in het bestand wat je kunt downloaden ook een versie waarbij die in één deel geleverd wordt, zeg maar, als het ware. Nou, en dat draaien ervan, nou, je ziet het. Het werkt eigenlijk heel soepeltjes. Al moet ik wel zeggen dat ook jij waarschijnlijk verlijmd zult worden, zodat dat tandwieltje op zijn goede plek blijft zitten. Dit verbaast me nog wel enigszins. Dat het nog niet helemaal soepeltjes draait. Maar zo moet het gaan worden. Ik ga hem verlijmen en dan ga ik hem straks laten zien als hij helemaal kant en klaar is. Dat ga ik je laten zien. Maar het is wel duidelijk dat het gelijmd moet worden en dat ga ik eerst doen. Zie je zo terug. En hier is dan het uiteindelijke resultaat.
je het wieltje rustig draait, zie je de draaischijf draaien. Om even een voorbeeld daarvan te geven, zet ik even dit potje met PVC-lijm hierop. En je ziet dat je dat potje PVC-lijm kunt laten draaien. Nou, hier kun je natuurlijk twee dingen mee doen. Het eerste is, je kunt dit filmen, dus als je een object in een YouTube-filmpje wil laten zien, dan kun je dat op die draaischijf draaien en kun je dat de mensen laten zien. Maar waar ik het vooral voor gebruik is voor een functie die noemt men photogrammetry. En ik heb al eens een keer een video gemaakt over photogrammetry en ik zal proberen, of nee, niet alleen proberen, ik ga de link minimaal in de beschrijving hieronder zetten. Maar misschien ook wel in de video zelf, dat heb ik nog nooit gedaan, maar wie weet lukt dat wel. Maar is het bij photogrammetry zo dat je dus je telefoon, in dit geval een iPhone, plaatst in dit geval in die houder hier op een hoogte die acceptabel is. He, dus eventueel moet die hoger staan. Dat hangt er even vanaf van hoe je de foto's gaat maken. En dan kan je bijvoorbeeld bij een iPhone, dat kan je bij Android overigens niet. Ja, dan moet je er een derde app voor hebben. Maar dan kan je bijvoorbeeld de koptelefoon gebruiken. Daar zit een volumeregelaar op. En met die volumeregelaar kan jij foto's maken. Door iedere keer bij Photogrammetry heb je eigenlijk, als je het gratis grote programma Zephyr gebruikt, dan heb je, moet je 50 foto's hebben in een stabiele omgeving, die er eigenlijk allemaal op dezelfde manier gefotografeerd zijn. Nou, je kunt je voorstellen, om te beginnen staat het object midden op de draaischijf. Dus als je het draait, wordt alleen maar de positie wordt veranderd. En dat is belangrijk, want je hebt natuurlijk foto's nodig van alle kanten. Doordat de camera op een vaste hoogte staat en je zeg maar iedere keer na een stukje een nieuwe foto kunt maken, kun je heel goed en gericht foto's maken van het object. Wat ook bij photogrammetry heel interessant is, is de belichting die gebruikt wordt. En die belichting, dat kan nog wel eens lastig zijn. Want als er schaduw verkeerd valt, dan heb je daar een probleem mee. Nou, ook daar heb ik een oplossing voor. Ik zal ook daarvan de link in de beschrijving zetten. Ik heb namelijk gekocht bij AliExpress. Ik ga hem even tevoorschijn toveren. Zo, daar is die. Een lamp. Ik ga even de camera iets omhoog, zodat we kunnen zien waar ik het over heb. Een lamp, een ronde lamp, die we kunnen draaien. Moet ik hem alleen eventjes op de goede manier gaan neerzetten. Want ik wil hem natuurlijk zo draaien dat hij over het object heen gaat vallen. Zo. Vastzetten. En als ik dat nou boven het object doe. En ik ga dan die lamp aanzetten. Dan heb ik ook nog eens een keer een even verlichting op mijn object aan alle zijden. Zodat de verlichting verder goed is. Eventueel kan je die lamp, die zit namelijk met een draaimechanisme, die kan je ook nog loshalen en op een groter statief plaatsen. Zodat die nog wat hoger komt te zitten. Zodat je al helemaal geen problemen meer hebt met het fotograferen. Nou, dit was het object zoals ik het je wilde laten zien. Een printtijd ongeveer 46 uur. 14 onderdelen in mijn geval. Ik heb ervoor gekozen om de draaiplaat niet in één deel te printen, maar in meerdere delen. Heeft een beetje te maken met de fijnafstelling van mijn printer. Ik blijf namelijk hoe dan ook altijd al een klein beetje problemen hebben bij grote oppervlaktes. Dan met name zeg maar aan het eind van de print, met een beetje het loskomen van het printmateriaal. Dat is maar een heel klein beetje, het is niet veel. Maar dat zorgt er wel voor dat ik zeg maar wat minder snel hele grote objecten zal printen. Ik zal proberen altijd dat in verkleinde versie te doen. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik zal aan het eind nog even een videoopname laten zien van hetzelfde object, maar dan gefilmd met de camera op de draaischijf en ook wat foto's zoals ze gemaakt worden. En dan kun je zien dat ook werkelijk werkt. Voor nu tot ziens. Tot de volgende keer bij weer een video over 3D printen. Dag.